kijkers, van dus David Kraft. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Raden maar met dooien. Je dacht dat het een creeper naast was, maar dat was niet zo. Het was gewoon Dominique met een... Zet hem maar even weg, schat. Dan gaat het helemaal fout. Straks ontploft hij. Pas op! Oké, goed gedaan. Nou, de vorige keer ben jij net geen Minecraft pro geworden, want je had 14 van de 20 goed, geen 15. En toen zei ik, wat nou als we het moeilijker maken? Wat nou als ik zeg, jij gaat waarschijnlijk de helft van deze dingen niet eens goed eten. We hebben er weer 20. Mm-hmm. Ik ga jou even laten kijken. Ja, dit zijn de items. Ja, als je daar de helft van weet, dan vind ik al dat je een pro bent. Je moet 10 goed hebben in totaal. Okay. We gaan beginnen en ik ga ze gewoon hier zo meteen op het... Wat is dit voor iets? Steen, hè? Stone. Gladde steen? Hoe heet het? Steen. Steen, gewoon steen. Ga neerleggen, jij mag nog even niet kijken. Dan beginnen we met het eerste rijtje met items. En er zitten een aantal hele, hele vervelende moeilijke tussen. Oh, die totem der onsterfelijkheid hoeft trouwens niet. Die hebben we al gedaan. Dus, oké, kijk maar. Deze hoeft dus niet, voor alle duidelijkheid. Want die weet je al. We beginnen met deze. Wat is het? Dat is een... Ja. Wat is het? Ja, het is geen koe. Is het geen koe? Nee. Wat is het dan? Is het een mop? Is het een dier? Ja, maar ik twijfel tussen een vark of een schaap. Ja. Ik twijfel ook wel eens een keer, maar je zal... Ik ga voor een schaap. Je gaat voor een schaap. We gaan kijken en het is een schaap. Die leggen we daar neer, want die heb je goed. En er staat 1-0. Dat is heel erg mooi. Dan gaan we met de volgende beginnen en dat is deze. Wat is dit voor een ding? Dat is een trechter. Die heb je ook goed. Ja. 2-0. Oké, we zeiden, moest je de 10 goed hebben. Nou, dat wordt wat. 2-0. Deze is misschien wat lastiger. Dat is wel iets met redstone. Ja, maar wat met redstone? Die heb ik dus één keer moeten gebruiken. Dat is een... Ja. Redstone. Redstone wat? Kom. Redstone kom. Nee. Een computer? Compressor. Komsoep. Redstone compensator. Nou, weet je wat, lieverd? Normaal gesproken zou ik zeggen, nee, is net fout. Maar het was een redstone comparator. En eerlijk gezegd, ik ga hem gewoon goed rekenen. Het is echt hartstikke goed. Daar kun je toch geen nee tegen zeggen. Oké, dan mag hij weer, weg. Doeg, doe. Daag. Wat is dit? Je hebt je ook in het goud. Ja, maar wat is het? Een klomp. Wat voor klomp? Een ijzerklompje. Jij bent echt baas. Zit je te spieken? Nee. Oké, 4-0. Weet je, deze was ik minder goed in geweest dan de blokken. Oké, je mag weer even niet kijken. Het is moeilijk. Dat is een roos. Nee, dat is een... Ja. Wat is het? Ik ken hem. Oh. Ik had dit nooit goed gekregen gedaan, deze. Deze had ik echt niet geweten. Hoe heet dit ding? In het Nederlands of het Engels? Nederland, paarse. Het is een gepoft. Gepoft. 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Gepoft papier? Gepoft korensfruit. Ja. Kijk maar. Dat is koren. Ja, dat is dit dus. Dit is korensfruit. Het staat 4-1. Ah, je hebt niet alles goed. Mag je even wegkijken, schat? Ja, kijk je weg? Niet kijken, hè? Niet spieken. Nee. Wat is dit dan voor ding? Zombievarken. Hoe weet je dat nou weer? Span je niet zoveel? Ja. Ja, vind je leuk. Oké, heel mooi. Zo. Dit is een... je denkt dat deze makkelijk is, maar dit is een instinkertje deze. Wat is dit? Weet je het heel zeker? Voordat je de punten weg gaat geven. Die andere die krijg je alvast van mij natuurlijk, maar weet je het heel zeker dat het een creeper is? Kijk even heel goed. Ja. Weet je het echt zeker? Ja. Nou, dat is jammer dan. Nou, dat is eentje voor mij. Nee hoor, dat is gewoon voor jou. Het was inderdaad een creeper. Ik probeerde jou te foppen, maar dat lukte niet. Oké. En wat is dit? Ja, wat zou dat nou zijn, hè? Ik weet niet. Ender Dragon? Nee, Enderman. Weet je het zeker? Ja. Oh my god, je bent beest. En hoppakee. Dan staat er weer 7-1. Dan maken we het even licht. En dan gaan we naar de volgende. De laatste in dit rijtje. Dat je te spieken. Ja. En nee, niet. Heb je het gezien? Nee. Sukkel. Wat is het? Het is een kerstman. Je weet hem niet, hè? Nee. Het is een papegaai. Nee. Maar die heb ik niet. Het is een papegaai. Maar die heb ik niet in Minecraft. Dit is 1.12. Als je terracotta blokken hebt, dan heb je deze ook. Oh, echt? Ja. Dan weet je weer wat je kan inspannen. En dat betekent wel dat het ondertussen dus 7-2 is. En je mag niet meer spieken, Dominique. Sorry. Ga wel even ergens anders staan. Zo, oké. Het oog is dicht. Oh. Mhm.
Spijt je helemaal niks, je hebt boef.nl. We beginnen met deze. Wat is dit? Ja, een pijl. Oké, maar ja, wat voor pijl? Ik weet wel, als je nou iets schiet, dat die dan licht gaat geven als je achter de blokken staat. Aha, en hoe noemen we dat ook wel? Specitrale pijl. Specitrale pijl. Hé, hey, daar heb je hem weer. Het was een spectrale pijl en ik ga hem goed rekenen. Ja. Alsjeblieft. Redelijk slecht, redelijk goed. 8, 2. Oog is dicht. Oh. 8, 2. Doen. Ja, kijk even wie je aan het speaker bent. Ogen dicht. Boef.nl. Oké, en wat is dit voor ding dan? Pijl der gifs. Pijl der? Gif. Gifpijl? Ja. Laatste antwoord, gifpijl. Ja. Weet je het heel zeker? Ja. Jammer. Het was namelijk de pijl der genezing, het tegenovergestelde. Echt? Ja! Dat vind ik mooi hoor, want dat betekent dat je het 8-3 is, zeg maar. Maar je hoeft er nog maar 2 goed en ben je wat mij betreft een Minecraft pro. Ogen is dicht. Wat is dit voor een ding? Dat weet ik toch aan, een watermeloen. Watermeloen? Ja. Niks anders dan een watermeloen, is gewoon een watermeloen? Glinsteren. Een glinsterende meloen? Ja. Glinster toch, is het geest? Glinsterende meloen. Oh. Helemaal goed. Het is 9... Een blobvis! 3... Oog is dicht. We gaan niet spieken, ook al denk je te weten. Dominique. Wat is het? Dat is een blobvis. Een blobvis? Ja. Je weet hem dus niet. Nee. Het is een kogelvis. En die kun je eten, maar dan word je vergiftigd. Wat denk je dat het nu 9-4 staat? Ik begin in te halen op deze manier. Mag je ogen weer dicht doen? Niet aan spieken, hè? Nee. Wat is dit dan? Is dit pijl der gifs? Is dit een gifpijl? Ja. Weet je het heel zeker? Je kent geen andere pijlen. Nee. Je gooit alleen maar met een gifpijl normaal gesproken. Dat is ook niet goed, want dit is de pijl der geluk. Kom op! Ja, nee, kom op, hé. Niks kom op, hé. 9-5. Ik dacht dat je pro zou rijden vandaag, maar dat is... Oké, gaan we weer. Wat is dit? Dat is een touw. Nee, dat is te makkelijk. Wat is het? Huh? Wat doe je ermee? Die kan je aan wolven, die kan je aan paarden. En dan neem je ze mee en wat doe je dan in feite? Je trekt ermee. Ja, maar... Je loopt ermee. Bijna. Breng je ze ergens naartoe, hoe noem je dat? Als jij iemand ergens naartoe Wandelen. Brengt? Nee. Busje. Nee. Oh, man. Vervoer. Leiden. Het is een leidtouw. Oh ja. En nee, die gaan we echt niet goedkeuren. Dat is 9-6. Dat is jammer, dood. Touw, ja, no shit is een touw. Goed, oog is dicht. En dit is wat precies volgens jou? Ja, ik kan wel wijzen, maar dan komt er niet in één keer de naam boven te staan. Zo werkt dat niet. Ja. Wat zou het zijn? Zijn het besjes om op te eten? Of... Rooiboskruid. Is het rooiboskruid? Hebben we thee of zo tegenwoordig in Minecraft? Ja. Is dat je antwoord, rooiboskruid? Ja. Of zou het misschien gewoon netherkruid zijn? Oh. Netherkruid. En toen stond het alweer 9-7. Wie komt er dichterbij, Dominique? Wie zou dat toch zijn? Is dat misschien je oompje? Je bent er nog 1. Nou, eens gaan kijken of het gaat lukken. Mag je ogen zo dicht doen. En we gaan niet spieken voor dit laatste puntje. Hoezo? Net, ik deed het bijna. Wat is dit? Papier. Weet je zeker dat het papier is? Je hebt nog 1 kans. Het kan, ja, maar ik twijfel nog tussen zo'n plattegrond of zo'n ding. Ja, wat is het? Papier. Het is papier? Ja. Oké, het is inderdaad een lege kaart. Jammer. Tata, lege kaart. En toen stond het alweer 9-8. En dus David komt dichterbij. Tap. Oké, je staat al helemaal klaar. Wat is dit voor blok? Kwartsblok. Een kwartsblok, weet je dat heel zeker? Nee. Ik geef je een hint. Dat is een kwartsblok. Die daar. Wat is dit? Hou je van soep? Ja. Oké. Okay. Kun je soep van trekken. Water. Zit niet zo te kraken. Zeg gewoon het antwoord. Wat is het? Dat weet ik toch niet? In 4, 3, 2... 1. En wie staat er gelijk? Het is oompje dus David. Want dit is natuurlijk een bottenblok. Je kan soep trekken van botten. Wist je dat niet? Nee. Dat kan echt. Daarmee staat het nu 9-9. Hoe zeker was je van je zaak dat je dit wel even ging doen, Minecraft Pro? Oog is dicht. Nee. Oh, Dominique, je wou speak uit. Echt niet. Ik zag het wel.
Deed je het weer, net terwijl ik bezig ben. Heb ogen dicht. Ogen dicht. Wat is dit? Die heb ik ook heel vaak gebruikt. Ja, dat weet ik, maar je weet niet eens hoe het heet. Oh nee. Het is een? Baken. Weet je dat heel zeker? Kijk er even heel goed naar. Misschien is het namelijk een glasblokje met iets anders erin. Nee, dat is een baken. Oké, nou dan staat er in ieder geval al 10-10. Of 10-9 voor jou. Heel goed. 10-9. Maar dan kun je nog eigenlijk een soort van half verliezen door gelijk te spelen. Want je moet ja, toch wel... Nou, oké, goed. We gaan kijken of je deze weet. En wat is het? Dat is een... Ja! En wat? Een magierblok. Een magierblok? Ja. Weet zeker dat het een magierblok is? Het is namelijk een flesje, geen blok. Het is een magierextract. Nee! En het staat 10-10. Dominique, jij hebt verloren. Nou, eigenlijk wel. Ik vind het wel knap. Wat vinden jullie ervan, jongens? Vinden jullie het ook niet heel knap? Ja. Ik 10-10. Hadden jullie dit thuis goed geraden als jullie niet zagen in de inventory wat het was? Iedereen zegt nu, oh, dat had ik wel geweten hoor. Dominique kan helemaal niks van. Probeer het thuis maar eens even een keer. En Dominique gaat nu uitleggen wat jullie moeten doen. Jullie moeten even liken. Ja, hoe vaak? Kan maar één keer. Oh, ja, en wat moeten we... even. Oh, ja? Hoeveel volgers heb jij? Op dit kanaal 150.000 of zo. Op die andere 700.000. Maar 150.000. Je wil een aantal likes weten. Nou, doe niet al te gek. Even. Ja? 100.000 likes in een week. Dat gaat niet lukken. Ja. Zullen we wat lager proberen? 50.000 in een week. Zullen we 5.000 proberen? 10.000 in een week. 10.000 in een week. In een week. Ik vind het helemaal goed. En wat moeten ze nog meer doen? Abonneren. En? Een reactie laten. Een reactie waarin je gaat vertellen of jij dit beter had gekund dan Dominique. Ik denk het niet, want ik zei het al, ik had dit zelf allemaal niet eens geweten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later, jongens. Doei!